Nou mensen, het is hondsvroeg. Bijna 6:15. Vanmorgen dus, daarom is het donker. Het is voor mij ook voor het eerst dat ik dat zie in het mooie Spanje. Ik ga even onder een lantaarnpaal staan. En ik vlieg vandaag naar Stuttgart. Daar zie ik Jos weer. En daar is de CMT-beurs, een grote kampeerbeurs waar wij de laatste nieuwtjes weer kunnen gaan zien. Straks staat mijn taxi daar bij de ingang. Die heb ik al besteld. Gisteren. En nou, die brengt me dan lekker naar de luchthaven. En dat is... Die luchthaven is hier 38 kilometer vandaan. Ik reken hem 3 kwartier. En dan om 8:30 vliegen. Dus flink wat wachttijd op de luchthaven natuurlijk. Maar dan heb ik tijd om de reacties op mijn vlogs weer te gaan beantwoorden. Want dat gebeurt nog steeds massaal. Leuk dat jullie dat doen. Dus alle tijd voor. Dus eerst maar een taxi opzoeken. Zo jongens, op de luchthaven. Ik ga even de taxi uitzwaaien en dan gaan we hier eens even lekker boarden. Hola. Zo, dat was de security jongens. En alles moest ik apart doen, kabeltjes, batterijen, alles in een apart bakkie. Het is wel grappig en ik film dat terwijl ik daar wegloop. En dan komt er een agent achter me aan en zegt, nee, ik word niet gefilmd hier. Ik wil dat je dat beeldje wist. En hij blijft echt kijken tot ik het gewist had, dat beeldje. Dat is ook wel grappig. Dus doe dit stukje even opnieuw, zeg maar. Dus nu door het tax-free, daar mag ik wel prima filmen. Hele vriendelijke vent trouwens hoor, echt geen probleem. En ik kreeg wel een hand van hem ook. Dus ja, je moet het maar weten, hè. Je moet het maar weten. Nou, daar kan ik een kopje koffie scoren. Dat is wel grappig, hè, trouwens. En vorig jaar stond ik ook op deze luchthaven. En toen vloog ik met Transavia. Maar goed, toen ging ik natuurlijk naar huis. Voor een week. En nu vlieg ik eerst naar Barcelona. En ik vlieg met Vueling. En dan wil je natuurlijk weten wat ik daar allemaal voor betaal. En dat moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet precies meer weet. Want ik heb deze tickets naar Stuttgart eigenlijk best wel lang geleden al gereserveerd. Als je dat last minute doet, dan wordt het natuurlijk duurder. Dus volgens mij vlieg ik enkeltje naar... Even kijken, enkeltje Stuttgart via Barcelona. Volgens mij was ik daar 160 of 200 euro voor kwijt of zo. Dus, maar goed, tijd voor een bakkie. Wat is het? Aceite para el bocadillo. Oh. Yeah. Así está más rico. Sí, gracias. Hasta luego, hasta luego. Grappig zeg, die gast die bleef er echt bij staan, die politieagent, die bleef er echt bij staan. Ik zei, joh, ik heb alleen mezelf gefilmd. Hij zegt, dat maakt niet uit, je mag hier gewoon niet filmen. Hè? En we willen ook niet dat er gewoon personeel eventueel in beeld komt. Ik zei, joh, prima. Dus die keek mee. Nee, zegt hij, ik zie daarachter, zie ik een collega staan, wissen. En hij bleef wegstaan. Delete. En hij bleef wegstaan tot het beeldje weg was. Dus maar hij heeft groot gelijk, man. En wat ik al zei, aardige vent, kreeg nog een hand van hem. Ik zeg, sorry, wist ik echt niet. En top toch. Nu een bakkie. Ik heb nog best wel wat tijd, hoor. Want het is nu 8:30. 8:30 is het. 8:30 is boarden. Dus, of 8:30 vliegen. Dus zeg maar een kwartiertje van tevoren boarden. Dat is daar. Ik kan zo zien of de gate open gaat. Kijk daar. Als je goed kijkt, zie je daar in de verte zie je Barcelona staan. Met Vueling. Daar vlieg ik mee, dus ik kan alles prima in de gaten houden. En alle tijd voor een bakkie. Ik heb nog een broodje gekocht voor in het vliegtuig. En een watertje. Dus wat kan mij gebeuren? Dus wat ik ga doen, ik ga eens even op mijn YouTube kanaal kijken. En dan, dan ga ik jullie reacties beantwoorden. Leuk dat je weer kijkt deze vroege morgen. Tenminste, nu valt het nog wel mee, 7:30. Dus over een uurtje vliegen. Moet je zien, hè, jongens. 203 reacties, hè, op een video.
Dan ben ik echt uren mee bezig om die te beantwoorden. Als je alleen een duimpje of een hartje krijgt, dan moet je, rekenen we het ook goed hoor, alsjeblieft. Het kost me echt uren. Het gaat me door. Salerno, gracias. Gracias por Olympia. Zo jongens, die boarding is open, dus ik ga me aansluiten in de rij. En dan naar Barcelona en daar overstappen voor de kist naar Stuttgart. En nogmaals over die beurs, hè, de CMT is dat. Waar die afkorting voor staat, ja, Camping Motorhome Tourismus of zo. En ja, dat is al jarenlang een hele belangrijke beurs, omdat de merken daar vaak nog de allerlaatste nieuwtjes voor modeljaar 2023 presenteren. Nou, en Jos en ik die hebben natuurlijk al heel veel persconferenties gedaan, hè, van de zomer al, met de 2023 modellen. Maar de praktijk is dat daar op die beurs nog meestal de allerlaatste nieuwtjes worden gepresenteerd. En even kijken van de persconferenties van, uit mijn hoofd hoor, Hobby in ieder geval, Knauw Stabbert, Frankje heeft wat nieuws. En, dus dat is wel heel leuk om te zien. En nou ja, wij zijn natuurlijk al een beetje camping hardware fetischisten. Dus je hebt ook een hele hal vol met accessoires. Nou, dat is echt smullen, man. Ik vind het echt een superleuke beurs. Normaal ga ik altijd met de camper. En ik heb er ook al eens met min 12 gestaan. Dat de ijspegels aan de grill hingen. Dus vandaar, warm jackie aan. En nou ja, gaat allemaal zien, jongens. Vanuit 24 graden na, wat zal het er zijn? 3 graden rond vriespunt. Dus spannend. Kijk eens, daar is mijn rijtje om te borden. Nou jongens, mondkapje was ik natuurlijk vergeten. Hè? Dus dat heb ik hier op de luchthaven gekocht. Dus nou, ik ben door de security heen. En nu netjes aansluiten in de rij. En het kapje is eigenlijk pas verplicht. Het kapje is eigenlijk pas verplicht. Kijk, mooie oren. In het vliegtuig zelf. Dus ik wacht nog even met opdoen. Rows 1 to 15, the front. Nou jongens, daar gaan we dan. Zo, dat was een kippenstukje naar Barcelona. En nu moet ik even een vertrekbord zien te vinden voor de gate naar Stuttgart. Dus nou, eerst even een stukje Barcelona laten zien, jongens. Ook al is het dan maar de luchthaven. Nou, dan gaan we eens kijken naar Infoporta of 78 minuutjes. We gaan even verder zoeken, jongens. Of het is verder zoeken, we gaan even lekker even zitten. Want het is tot volgens mij nog geen. Hoe heet het? Geen gate op. Dus even lekker een rustig plekje zoeken voor een bakkie. Ha. Ik heb dus nog gewoon 2 uren, jongens. Ruim 2 uur overstaptijd. Dus dat is natuurlijk levensgevaarlijk met mij. Met al die tax-free shops. Maar wel leuk om even rond te neuzen. Hier, je weet maar nooit. Je weet maar nooit of je nog onhandige spullen ziet. Spullen waar je gereed aan hebt, waarvan je denkt van oh, en die vervolgens na een maand ongebruikte kast in gaan, je weet wel, dat soort zooi. Zo jongens, broodjes op, flesje kan nogal beter, maar dan moet je zo plassen hè, zo'n vliegtuig. En ik zit nou dus op Barcelona. En ik ga zo meteen mijn collega's Kees en Kalle even opzoeken. Die zaten natuurlijk op Las Torres. En die gaan ook naar de CMT in Stuttgart. Dus die zie ik zo meteen weer. En ik ben ondertussen aardig bij met mijn reacties. Op die beurkiek, joh. Hoeveel waren dat er nou, joh? Dat waren ook iets van. Even kijken hoor. Moet ik hier even heen.
een kanaal en dan op die film, die Burkey, let op. Dat is het filmpje van gisteren. Nou ja, die tijdlijn die klopt er niet, maar na een dag 7000 keer bekeken in 18 uur. In 18 uur. 1400 duimpjes, dus het aantal duimpjes viel tegen mensen. 304 reacties. Maar er zitten mijn antwoorden bij, hè? Dus zeg maar door de helft. Dus nou. Ik vind het echt leuk dat jullie zo uitgebreid reageren. Dat was trouwens ook op die vlog van Martijn, hè, met die Scania V8. Godsamme. Ik heb er echt wel een paar keer over gedroomd, man, dat ding. Jeez. Maar wel, 1 op 3. Dus als je dan... als je dan 3,5 kilometer gereden hebt, dan ben je volgens mij 1000 euro kwijt. Dus ik ben niet zo'n rekenwonder, hè, maar ik geloof dat dat wel klopt. Klopt dat dan? 1 op 3. Dus zeg maar dat je 300 kilometer rijdt, dan heb je 100 liter. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Dan ben je 100 liter kwijt op 300 kilometer keer 1,50. Nee, dus dat is overdreven. Dus, maar dan nog hoor. Wat een bakken mensen. Goeiedag. Serieus, ik heb er echt al een paar keer over gedroomd. En moet ik verklappen, ik heb ook al een tekening gemaakt zoals ik hem zou willen hebben. En dan op met zo'n hok van 7 meter. En dan wordt de afmeting, dan blijft de afmeting nog een beetje Frankie aanwaardig, zeg maar. Dus ik ben echt om zenuwachtig van te worden. Ik ga Martijn sowieso nog een keer zien deze rit. Ik heb afgesproken dat ik nog een keer lekker een bakje bij hem kan doen. Met Martijn en Kim. Dus dat is wel heel, heel gezellig. Dus ik hoop dat ik het uit mijn hoofd kan krijgen. Want, dit soort dingen. Maar ja, dat is ook als ik naar balletles kijk. Hè. Als ik een Netflix reportage zie over balletles. Dan koop ik zo'n jongen, zo'n roze joggingbroek met zijn bult in mijn kruis. Maar Scania V8. Oh. Ik ben blij dat hij hem niet gestart heeft trouwens. Want als je dat hoort, dan ben je natuurlijk helemaal om. Jongens, ik ga nog eventjes verder met mijn watertje. En ik pak er nog even een paar reacties bij op andere vlogs. Gaan we weer. Nou, eerst pas een slokje dan. Nou, dat is ook nog wat voor mij natuurlijk. Om gewoon op de luchthaven nog even de tijd te vergeten. Dus ik moet nou ook nog haasten, zeg maar, om een vliegtuig te halen. Dat is toch gezellig hoor, met de W onderweg. Jezus. Haasten, vliegen, rennen nu. Nou, ze zijn al volop aan het boorden. Maar het voordeel is wel dat de grootste rij al in die kist zit. Nu nog echt 20 mensen voor me. En hij vliegt. Hij vliegt over 6 minuten. Dit is echt de hele voeten uit, jongens. Oh, echt bijna het vliegtuig missen. Dat is wel eens een keer gelukt. En op 6 minuten nu zit lekker mijn broodje te eten, watertje te drinken, reacties te beantwoorden. En ik vergeet gewoon compleet de tijd. Nou ja. Nou, dezelfde procedure. Maskje om. En aansluitende rij. Zo jongens, gearriveerd in Stuttgart op de luchthaven. Kijk, en hier staan de bordjes al. De messen, want... En dat is wel grappig. Kijk, messen. Dat is wel grappig, dat beursgebouw is hier gewoon aan de overkant. En dat hotel is dan nog 2 kilometer lopen. Nou, dat zou ik met de trein kunnen doen. Maar als je zo lang in zo'n vliegtuig hebt gezeten, is dat wandelend ook wel even lekker. Dus, nou nog even. Even lekker kuieren. En dan kan ik naar mijn hotelletje. En morgen is dan die beurs. En zometeen bij mijn hotel, daar zie ik Jos ook weer. Want Jos en ik zitten in hetzelfde hotel. Zitten die vrienden van me trouwens ook. Eigenlijk zo'n beetje alle journalisten die kant op gaan. Ik pak allemaal dat hotel. En kijk even naar de lucht. En dat. Nou. Dat moet jullie wel bekend voorkomen, denk ik.
Het zal het zijn, joh. 3 graadjes. En nou, lekker aan de wandel. Kijk eens, dan wandel ik hier langs het Meuvenpik Hotel. Daar heb ik ook nog een afspraak van de week. 2 volgens mij zelfs. En daarachter hebben we, daarachter zit dan het enorme beursgebouw van de Stuttgart Messe. Maar eerst maar eens even mijn, hoe heet het? Koffie leveren en inchecken in het hotel. En dan zien we wel weer verder. Nou, ik ben blij dat ik de vliegtuig gehaald heb, zeg. Jongen, jongen, jongen. Ja, er kwam er 850 bij. Ja. Ja, daar rij je met die oude hardscooter. Nou jongens, dat is natuurlijk ook wel leuk, hè? Om naar, om naar het hotel te lopen, moet je dwars door de messen heen. En ik heb mijn accreditatie natuurlijk voor elkaar. Dus met mijn pasje, mijn perspas, kom ik er gewoon in. En dan zie je ook nog even hoe zo'n beurs opgebouwd wordt, hè? Wat een zootje het nog is. De vloerbedekking die ligt nog niet, zie je dat? En als die al wel ligt, dan ligt daar plastic overheen. Ze zijn nog volop bezig met opbouwen. En dat komt omdat morgen is natuurlijk vakdag, hè? Morgen is het nog niet eens publiek. Dus het is ook helemaal geen ramp dat ze nu aan het opbouwen zijn. Maar kijk even, dan heb je een beetje een idee hoe dat er allemaal uitziet. Hè? Kisten vol met materiaal, meestal zijn het lampen, elektronica, spotjes, dat soort dingen. En hier heb je dan de stand van Eura. Hier ligt de vloerbedekking al wel. En dan ligt er dus folie overheen. Zie je het? Om vieze voetstappen van werklui te voorkomen. En dan ziet het er gewoon helemaal top uit hier, hier op die beurs. Dus ja, waar ga ik eens heen lopen? Ja, daar maar eens heen. Kijk, dan kan je nu alvast een paar nieuwe euraatjes zien. Ja, en morgen, hè? Morgen zit onze dag van de journalisten zit helemaal vol met afspraken. Meestal is dat elk half uur, elke 20 minuten een nieuwe. En kijk, LMC, daar zijn ze volop aan het werk. Iedereen heeft dikke winterkleding aan. Want de verwarming staat ook nog niet aan. Hè? Die gaat pas aan op het moment dat de beurs echt geopend is. Dus vandaar al die jassen dik ingepakt, mutsen op. En nou, de vroege vogels die zijn al wel helemaal klaar. Ik wil even een stukje daarin lopen. Kijk, hier hebben we de hal waar Detlef staat. Nou, Kampwerk, die kennen we natuurlijk ook wel. Ivar, maar dit zijn de Duitse collega's van Ivar. Kijk eens, de Hiemerhal. Maar er staat die dikke Viek 4, die staat er ook nog, jongens. Kijk. Kijk eens, die Venture S. Nou, daar hebben Jos en ik natuurlijk al uitgebreid verslag van gedaan. Hier het hele Viek 4 spektakel. Even kijken hoor. Het is te leuk om hier in te lopen. Kijk, daar staat die, jongens. Venture Vision, of de Venture S natuurlijk. Kijk. Hier een andere 4x4. Een vriend van me die heeft zo een besteld, jongens. Heeft hij bijna 2 jaar op moeten wachten volgens mij op deze. En die zei al van, de W als je hem ziet staan, gewoon inpakken. Want we hebben lang genoeg gewacht. Vet ding hoor, deze. En hier heb je de Free. Kijk eens, nog een paar wagentjes hier. Nog eentje op Fiat. Wat een feest, hè. Ik vind het echt altijd super leuk om hier rond te neuzen. Echt een... kijk dit dan, hè, jongens. Een MLT 570. Jullie hebben me gehoord, hè, over het 4x4 rijden. Dit zou ook een mooie zijn, hè. Godverdikke me. Even snel naar binnen vluren. Even gewoon even een blik, hè. Alleen maar een blik. Dit is de MLT, jongens. MLT 4x4. Dan lever ik wel een enorme plons ruimte in, maar heb je 4x4 voor terug. Nou, dan ben je helemaal onder de pannen, hè. Nergens meer bang voor zijn. Kijk, hier heb je ook. Kijk, bam. Maar goed, gaan we morgen allemaal wel zien als we met de persconferenties aan de gang gaan. Ik ga in ieder geval eventjes collega's opzoeken en dan lopen we het laatste stukje nog even naar het hotel. Kijken of Jos is, die moet er ook al zijn. Die zei al, stuur even een appje als je er bent. Vaak ben ik erbij zelfs. Dat is gewoon bekend daar, hè? Ja, dat was eigenlijk wel makkelijker, hè? Nou, laat ik jullie ook nog even zien waar we normaal altijd staan met onze campers. Want meestal gaan we met onze campers hierheen. En hier staan ook de standbouwers. Maar hier wordt ook het nieuwe spul alvast neergezet tijdens de opbouw. Dan kijk, dit. Dat soort joekels. Maar hier is het nieuwe spul van Concorde wat naar binnen moet waarschijnlijk. Een paar busjes zonder kenteken. Nog een paar hele stoere caravans. Kijk even, jongens.
Volgens mij is dat een Turks merk, die crawler. Hier hebben we nog een hele stoere caravan, moet je zien, man. Daar word je toch ook wel heel blij van, hè? Adventure. Daar hebben we een Dembel. Dat is een Dembel is een van de laatste nieuwkomers in dit segment. Nieuw merk. Een ding, hè, jongens. Moet kijken hoe laag dat staat. Moet een stroomlijn, hè? Oh ja, stroomlijn. SUV-bus. Het is de stroomlijn van een SUV. Maar zo strak bij de grond ziet dat er wel heel indrukwekkend uit. Kijk even. En een uitbouw, zie je dat? Zo'n... staat hier ook allemaal gewoon, hè? Oude paardenwagen. Maar... hier op dit terrein, onder de luchthaven, daar staan wij dan meestal als we met de camper gaan. En ik ben, even kijken hoor, ik moet even nadenken. Volgens mij ben ik nog nooit niet met de camper geweest. En Jos is al een paar keer gevlogen, een keer met de trein volgens mij. Maar het leuke van zo'n beurs is dan dat je, ja dan zijn we er ook wat langer dan normaal. Maar dat je hem hier gewoon neer kan zetten. En overal stroompunten, weet je wel, dat idee. Daar kreeg ik hem in. En wat ik al eerder zei, wij hebben hier wel eens een keer met -12 gestaan. Dat de ijspegels aan je camper hangen. Echt. Echt geweldig. Nou, dan ga ik er bij de hoofdpoort uit. Zie je zo nog een dikke Iveco aankomen met een... hoe heet het? Met een alkoof erop. Ze bewaken het hier alsof het Fort Knox is. Je komt hier echt niet zomaar op. Moet je echt aanmelden en accrediteren. Maar het schijnt dat je hier ook als consument mag staan. En dan heb je dat poortje hier recht voor, de groene. Daar zit dan de kassa, dus daar kan je dan je staargeld betalen. Dat. En dan gingen wij 's avonds nog wel eens daar. Maar dat is afgeladen. Dan gingen we... Hi, Christy, Christy. Alles goed? Ja, tol, tol, tol. Die vent zat er echt altijd. En, maar nogmaals, dan gingen we daar... In die hutte, Rasthuis-hutte, dan gingen we daar een biertje drinken of wat dan ook. Maar tijdens zo'n beurs was dat niet te doen, joh. Dus dan gingen we eigenlijk altijd lopend, ook dit stukje. Een stukje van niks, hoor, 2 kilometer. En dan gingen we eigenlijk altijd in de stad. Volgens mij heet dat dan ook Echterlingen, dat is geen Stuttgart meer. En dan gingen we daar altijd bieren, of daar hadden we afspraken, of een beetje bij kletsen. Dus dat was ook altijd hartstikke leuk. En dan s'avonds weer terug naar de messen, daarheen. Dus, nou, dat. En ik ga die 2 kilometer maar eens lopen. En het licht is donkergroen, zie je dat? Donkergroen, jongens, want ik hou me keurig aan alle regels. Dat daarover geen misverstand bestaat. Dus, nou, hier begint mijn wandeling. En ongeveer daar bij die hoogbouw. Volgens mij is dat mijn hotel. Prima te doen, toch? Nou, de laatste meters. In het schitterende dorpje Echterlingen. Kijk. Loopt trouwens te zweet als een otterman. Even flink tempo erin. En nou ja, nou kijk. Nou, volgens Jos moet er dan hier ergens een Lidl zijn waar ik omheen moet lopen. Nee, ik en navigatie, zelfs met navigatie verdwaal ik. Wel een Aldi. En ik denk, zou die dan Aldi bedoeld hebben, weet je wel, zo. Maar goed. Dus ik moet voorbij een Lidl. Oh, daar hebben we de Lidl. Daar omheen lopen en dan kom ik bij het hotel. En daar is de Lidl, daar. Achterin. Nou, kijk jongens, dat kan natuurlijk niet missen. En daarachter, kijk, zei Jos, en dat kan ook niet missen, daar zit het Ibis Hotel. En daar hebben Jos en ik allemaal een kamer. Dus hij, Jos is er al een poosje. Die is al aan het editen, die wacht op mijn SD-kaartje wat hierin zit. Dus dan kan hij de vlog afmaken en dan kan hij online.
Zo recent, zo snel hebben we het nog nooit gedaan hoor. Oh, ik word bijna dood. Dank je, Shane. Bijna doodgereden door hem. Hé, hey, daar zou je hem hebben! Kale gek. Leuk man. Hebben we van huidskleur gewisseld? Oh, wat lachen man. Even kijken, we gaan even selfie doen. Kijk. Leuk om je te zien man. Ja, echt? Ja, ja, vind ik ja, nou, het duurt nog, het is pas heel kort, dus nu vindt hij het nog leuk. Leuk. Nou, wij gaan even kletsen met elkaar. Ja, ja, leuk. Leuk. Nou jongens, we gaan in... Of ja, jij bent al ingecheckt. Ja, al lang. Ik vind het echt leuk om je te zien man. Ja, ik vind het ook leuk om je te zien. Zet hem uit hoor, want anders wordt het wel een beetje gay television. Nou mensen, dan laat ik jullie ook nog eventjes, de Porta Cabin zien waar ik in slaap. Die is niet heel veel groter dan mijn Francia, zeg maar wel. Kijk eens, pleetje erin. Douche. Nou, ik vind het wel prima voor die overnachtingen. Ik ben hier, even kijken, tot en met zondagochtend. En dan vlieg ik weer naar Nederland. En Jos en ik laten jullie zien wat er straks hier op de messen. Nou, dat is dus zeg maar 2 kilometer hier vandaan. Wat er allemaal nieuws te zien is. En nou, volg me gewoon. Geef deze video nog even een duimpje. Kijk nog even op of je al geabonneerd bent. Dat zou ik echt heel fijn vinden. Druk even op dat belletje. Want dan mis je de volgende video er niet. En het is vandaag... Nou ja, weet ik het. Tot morgen. Gezellig. Leuk dat je er weer bij was.